Flevoland kiest. Het laatste mandje met de laatste broodjes en de laatste kan koffie. Dus is nu het laatste ontbijtje met een politicus. Met nog één dag te gaan tot de verkiezingen is het de beurt aan Bagreddin Belhaj van de Partij van de Arbeid. Hij staat daar op nummer 3. Verslaggever Arend Dubbelboer is bij hem in de winkel in het Lely Center. Wat voor winkel heeft hij? Ja, als je zo kijkt, in eerste instantie lijkt het een ontbijtwinkel. Want de hele tafel is nu veranderd in een ontbijttafel. Maar ja, als we om u heen kijken, wat voor zaak heeft u eigenlijk? Ik heb een speciaal zaak in elektrisch rookwaar. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. En dan moet ik dus eigenlijk denken aan e-sigaretten. Ja, de grootste Flevoland. Dat is, doe ik nu 5 jaar. En ik was dat in het stadshart, nu het Lely Center. Dus ik ben verhuisd pas geleden. Ja. Nou, dat is een druk baan natuurlijk, want... u zit hier natuurlijk nu net, maar u bent eigenlijk al praktisch een hele dag alweer bezig. 6:30 vanochtend. Het zijn drukke dagen deze tijden, ja. We hebben natuurlijk de politiek daarnaast. Maar ja, het bedrijf moet ook gewoon gerund worden. Er moeten dingen geregeld worden. Dus het zijn lange dagen. Ja, klopt. Dus even een rustmomentje, even een ontbijtje erbij. We kunnen zo aan gaan beginnen. Want u zegt het al, het is eigenlijk hartstikke druk wat er nu aan de hand is. Ja, het is op dit moment heel erg druk. De verkiezingen spelen nu. Ik heb het ook druk in mijn bedrijf natuurlijk. Ik ben ook voorzitter van de provincie van de Partij van de Arbeid. Daar is ook al wat aan de hand. Dus drukke tijden. Ja, want u zei het net, u bent dus, u wilt raadslid worden hier in Lelystad. Maar u zit ook voor de Partij van de Arbeid in Flevoland. In de provincie bestuur daarvan. Ja, want dat is in één keer ook wat veranderd vorige week. Daar is nogal wat aan de hand, ja. Ja, dus, maar daar ga ik verder niet heel veel over zeggen. Want er is al genoeg gebeurd en genoeg gezegd, denk ik. Er is ook heel veel aan de hand. Maar ik denk wel belangrijk is dat als Partij van de Arbeid... dat wij ook in de provincie ons best doen om er wat van te maken. Ook in de provincie. Maar het zijn hele drukke tijden voor mij. Ja, want de Partij van de Arbeid gaat meedoen met de coalitie die daar nu... Die er nu zit. Vanavond in de Staten wordt erover gesproken. En ik denk dat ik daar het beste bij kan laten. Nou, daarom zit u niet hoor. We gaan hier gewoon verder praten over de gemeente. Maar het is toch even voor de achtergrond. Want u bent dus niet een politiek onbekende. Nee, ik ben 10 jaar geleden zat ik aan de gemeenteraad in Lelystad. Voor de Partij van de Arbeid. Was toen het jongste raadslid in Flevoland. Was 23. 4 jaar gemeenteraadslid geweest. Ik zit nu al bijna 12 jaar in het provinciebestuur van PvdA Flevoland. En de laatste jaar als voorzitter dan van het bestuur. Dus ja. Wat maakt de politiek dan zo mooi om erin in te gaan zitten op deze manier? Je gaat toch de politiek voor je idealen. Ik heb heel veel meegemaakt in mijn jeugd. We hebben het niet makkelijk gehad. En ik heb wel altijd gezegd van, ik ga er wat aan doen. Thuis zouden we altijd nooit klagen. Als er wat mis is, doe je er wat aan. En Partij van de Arbeid is voor mij de partij waar je dat kan doen. Dus vind ik wel heel belangrijk. Je gaat wel de politiek voor idealen. En je doet ook je best om die waar te maken. Dus dat is voor mij heel belangrijk. En wat zijn uw idealen die u probeert waar te maken? Mijn idealen zijn heel simpel. Kijk, als je, er zijn heel veel mensen die het moeilijk hebben. En ik vind wel dat als je naar kijkt naar de huidige tijden... weet je, armoede en dat soort dingen is niet alleen maar iets van mensen die geen baan hebben. Er zijn genoeg tweeverdieners ook heel zwaar op dit moment. En ik vind wel dat de theorie en de praktijk niet meer overeen komen. De cijfers op papier zoals het is niet meer wat de mensen voelen, wat de mensen ervaren. Alle lasten worden hoger, noem maar op. En ik vind wel als PvdA en als politicus... daar moet je doen wat aan doen om die mensen proberen te helpen. Dat ben je gewoon verplicht aan die mensen. Want u zei het al, hè, vanuit uw jeugd was u dan ook al met politiek bezig dan? Nee, we waren niet met politiek bezig. Alleen, wij hebben heel veel altijd gediscussieerd thuis. Dat vonden we heel belangrijk. En wij hebben thuis de mentaliteit gekregen. Is er iets niet goed? Mag je er niet over klagen? Is verboden? Doe er wat aan. Los het dan op. En ik heb een zus die zit in de Tweede Kamer. Ik zit dan in Lelystad bij PvdA... Dus ja, wij hebben het van huis uit heel sterk meegekregen. Ja, doe er wat aan. Los dingen op. Ja, en dan niet op de meest makkelijke manier. U zit in het provinciebestuur, u zit hier. U wilt de lokale politiek in. Is dat dan ook een droom die u dan heeft gehad? Nee. Nee, ik wilde gewoon wat doen voor de mensen. En ik spreek gewoon heel veel met mensen. En ik ben wel een partijman, echt een Partij van de Arbeidman. Dus ik ga waar de partij me nodig heeft. En ik ben gevraagd om op de lijst te staan, om betrokken te zijn. En dat doe ik met alle liefde en met alle plezier. En dan voor Lelystad, dat lijkt me toch iets anders dan voor Flevoland kijken. Het algemeen belang, om het dan zomaar te zeggen. Wat wilt u dan hier precies specifiek in Lelystad doen? Werk. Banen, heel makkelijk. Lelystad heeft gewoon een probleem met banen. Er zijn heel veel mensen die hebben geen baan... of die moeten elke dag reizen naar Amsterdam of Utrecht. En er zijn kansen in Lelystad. Ik zie genoeg mogelijkheden. Ik ben natuurlijk ook ondernemer. Voor Lelystad voor die banen. Vliegveld is een onderdeel ervan. De overslaghaven is een onderdeel ervan. Dus je ziet nu ontwikkelingen komen... Maar het moet meer, het moet sneller. En werk is nummer 1 voor mij. Nummer 1, 2 en 3 eigenlijk. Absoluut. Werk, werk en werk. Maar wat kan de gemeente dan doen? U zegt, ik ben ondernemer. Dan creëert je banen, denk ik. Ja. Ik doe mijn best. Hou ik het van mijn klant af. Maar de gemeente kan heel veel doen.
Kijk, gemeente kan zorgen dat banen hier naartoe komen. Zij kunnen mogelijkheden scheppen zodat bedrijven zeggen, weet je, we gaan naar Lelystad toe. Daar zijn de kansen. Bijvoorbeeld Inditex. Weet je, er zijn mooie deals gemaakt en Inditex komt. Dat creëert banen. Overslaghaven ook was een samenwerking met de provincie, een samenwerking met het bedrijfsleven. Dus als je het slim speelt als gemeente, je werkt samen met alle partners, dat betekent onderwijsstellingen, dat betekent andere overheden, dan kun je gewoon banen creëren voor mensen. Dus die mogelijkheden zijn er zat. Alleen ja, je moet wel echt als gemeente heel assertief te werk gaan. Je moet er echt voor gaan, 100%, niks minder. Ja, u wilt er wel als Partij van de Arbeid voor gaan, maar ja, de Partij van de Arbeid heeft toch wel een deuk gehad de laatste jaren. Gaat u wel 3 zetels halen? We hopen het. Kijk, het is aan de kiezer. Kies beslist. En de kiezer heeft altijd gelijk. We hebben behoorlijke klap gehad de afgelopen jaren. Maar laten we niet vergeten, landelijk is niet lokaal. Dat vind ik ook wel heel belangrijk om te zeggen. Dit zijn de lokale verkiezingen voor de gemeenteraad in Lelystad. Dit zijn niet de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ik zeg, het gevoel vanuit Den Haag, dat speelt misschien wel mee hier ook in Lelystad. Het zal zeker een rol spelen, maar het is niet anders. Kijk, het is wat het is. De Partij van de Arbeid heeft landelijk bestuurd. We moeten bezuinigen, dat zijn geen mooie dingen. Daar ga je zeker door de kiezer ook voor, niet voor beloond worden. Maar laten we naar Lelystad kijken, want daar gaat het om. In Lelystad hebben we Job Fakkeldij gehad. Als er iemand is van baan, is Job het wel. Die heeft zich kaart ingespannen om banen te realiseren voor Lelystedelingen. En ik denk dat Lelystedelingen dat ook wel waarderen. Wat denkt u? Wel of geen 3 zetels? 3 zetels moet zeker wel lukken, denk ik. Dat mag ik wel hopen. Het zou wel het zou niet mooi zijn als het niet zo is. Ja, ik hoop het wel. Ja, maar goed, nou ja, u zei net al, u heeft het hartstikke druk. Maar eerst even een rustig momentje, denk ik, om even verder te gaan hier met het ontbijten. Er staat mooi gereed in de winkel. Ja, ze hebben er nauwelijks tijd voor gehad. Die 2 verslaggever, Arend Dubbelboer bij de nummer 3 van de PvdA in Lelystad. En dat is Bagreddin Belhaj.